Henk, je hebt een, jullie samen met je vrouw hebben een politieopleidingscentrum voor politiehonden natuurlijk, in Stroe. Ik zie het hier staan, wat betekent dat? Ja, dat is, wij hebben een bedrijf, dat heet Dutch Canine Center. Dutch is, zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, betekent Nederland. K9 is de hoektand van een hond, die wordt K9 genoemd. En tevens K9, als je dat uitspreekt, canine. Dat is het Latijnse woord voor hond. Dus zodoende Dutch Canine, honden, politiehonden, centrum. Zoals je hier kunt zien, wij doen een beetje allerlei situaties laten meemaken, waardoor ze vrij en onbevangen worden. Wat heel, heel belangrijk is natuurlijk voor onze klant. Onze klanten, dat worden honden die zometeen in Amerika toch best wel spannende dingen moeten gaan doen. Dus die moeten niet terugschrikken van een lift of van een trap of van een gladde vloer. En dat is een stukje voorbereiding waar wij aan meewerken. Wij zijn eigenlijk een tussenstation. Ja. En Nederland staat in het buitenland als nummer 1 wat betreft hondenland. En dat komt door onze KNPV, een politiehondenprogramma wat wereldwijd bekend is. Hoe lang doen jullie dit al? Ik werk eigenlijk al 40 jaar met honden. En bij ons, mijn Petra eigenlijk ook al 30 jaar. Zo. Ja, dus we hebben wel wat honden in onze handen gehad. Nou, dat denk ik ook wel. Ja. Maar door coronatijd, dat mensen particulier honden aangeschaft hebben en er eigenlijk niet zoveel verstand van hebben, kunnen ze niet meer aan. Kunnen ze als particulier dan ook nu bij jullie even terecht? Ja. We hebben sinds de coronatijd is begonnen, hebben we een ontzettende aanvraag op ondersteuning voor particuliere mensen die in de problemen komen met hun huishonden. Doordat we zo door de africhting van de politiehonden veel ervaring hebben in hondengedrag, kunnen we ze daarbij goed ondersteunen. Ja. En dat maakt niet uit wat voor hond het is? In principe niet. Het hondengedrag en hoe ze leren is eigenlijk wel bij alle soorten honden gelijk. De een is misschien wat eigenwijzer dan de ander. Ja. Maar dat heb je bij mensen ook. Ja. Dus Henk, je bent een specialist in politiehonden op te leiden. Ja, wat is specialist en wanneer ben je een specialist? Nou, dat is eigenlijk een benaming die je iemand anders eraan moet geven. Ik wil mezelf geen specialist noemen, maar ik ben wel iemand met veel ervaring. Ik doe nu ook al bijna 40 jaar die KNPV dat ik politiehonden africht. Ik heb daarbij ook 17 honden heb ik eigenlijk afgericht vanaf puppy naar politiehond. Waarvan driemaal ik op het Nederlands kampioenschap heb gestaan. Waar eigenlijk jaarlijks de 10 beste van Nederland aan meedoen. Dus dat is op zich, als je bij dat groepje zit, is al een hele prestatie. Nou, je zegt het nederig, maar dat vind ik zeker een hele prestatie. Ja, dat is op zich best wel leuk natuurlijk. En Petra eigenlijk, idem dito, die doet het 30 jaar en heeft nu ook al twee keer met een hond op die kampioenschappen gestaan. En daar ook heel, heel goed gescoord zelf. Ook nog een keer podiumplaats. Dus dat was, we hebben wel veel ervaring. En als een andere specialist wil noemen, prima, maar dat zijn hun woorden. Maar mooi dat jullie dit samen kunnen doen. Ja, dat is gewoon, en ze zeggen wel eens van je hobby je werk maken. Nu is dat niet helemaal zo, want als het toch werk wordt, dan wordt het wel iets anders. Maar wij doen in de avonturen, zijn we nog gewoon met onze eigen honden bezig als hobby. Maar op de dag wordt het wel, je vindt het natuurlijk, het is, je werkt graag met honden, dus het is absoluut een hele leuke baan. Maar om nou echt te zeggen dat ik de hele dag met mijn hobby bezig ben, zo voel ik het niet. S'avonds doe ik de hobby en overdag werk wat ik heel erg leuk vind. Ja. En nu doe jij honden spiegelen. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is niks met de hond die je doet spiegelen, maar de hond spiegelt de mens. Dus als een mens een levensvraag heeft of zich op een bepaald gebied wilt ontwikkelen, dan kun je dat samen in een coaching traject met de hond doen. En dat het leuke is dat het in de natuur gebeurt. Je bent niet in een psychologenpraktijk. En dat je gewoon een mooie ervaring hebt en eigenlijk zelf de antwoorden ondervindt. En is dat een cursus? Of hoe moet ik dat zien? Of is dat zoveel
keer achter elkaar of kan dat in één keer? Ja. Het ligt natuurlijk aan de problematiek of de vraag. In principe zou het in twee gesprekken of in twee keer, één keer dan heb je een intake en een gesprek en de keer daarna ga je aan de slag met de hond. En dan heb je al een hele hoop duidelijk gekregen over jezelf. Want doordat je de hond doet lezen en ik geef de vertaalslag van de hond, kom je tot zelf tot antwoorden. Voor ons bedrijf hebben we Mechelshaarlers, Duitse haarlers, Hollandse haarlers, kruisingen daarvan. Haarlersachtige dus. En we hebben ook honden met flaporen, labradors en springers, spaniels. En die zijn dan vooral op het zoeken heel goed geëigend. Ja, die spelen gewoon heel graag. Ja. Hoe leer je ze dat? Daar begin je natuurlijk van jongs af aan mee. Het spelen is vooral met een balletje en een touwtje. En het bijten is ook vanuit uit de buitdrift. Bootje een bij wijze van spreken een gewond konijntje na. En omdat ze dat leuk vinden dat het een spelletje is, ontwikkelt zich dat verder. Ja. Want ik heb net gezien met zo'n kogel, ja, hè, dat hij die echt heel zacht oppakt. Ja. Ja. Maar ja, zo de eerste keer. Nee, ja, dat is niet de eerste keer geweest natuurlijk. Maar dat ga je dus, je leert de hond als je dat doet. Dus ik lok hem in een bepaald gedrag. Vervolgens doet hij dat en mee beloon ik het. En dan bouw ik dat gedrag steeds verder uit, stapje voor stapje, naar het gedrag wat ik graag wil dat hij doet, wat hij uitvoert, wat hij kan laten zien dan. Petra, nou, na het zien van dit filmpje, mm-hmm, kunnen de mensen zich bij jullie aanmelden? Ja, ja. Telefonisch of via de mail, als ze contact met ons opnemen, dan kunnen we al enigszins iets zeggen van of het mogelijk is om te helpen en te ondersteunen. Hoe lang het ongeveer gaat duren. En dan kunnen we een traject starten. Ja.